autofabrikant is het meest geïnfiltreerd in de autosport? Is dat Porsche of Ferrari? Nee, het is Renault. Denk aan de World Series, de 3.5, de 2.0, allerlei formuleklasses, de Clio Cupjes wereldwijd en deze auto, de RS01. Sportauto die rondetijden rijdt, vergelijkbaar zijn met een DTM-auto. En met die auto ga ik hier vandaag rijden op Jerez de la Frontera. Dat is wel serieus hoor. Het ding gaat gewoon echt heel hard. 550 pk, 1120 kilo, reken maar uit. En een downforce auto, hè? Dit is een auto, een aero auto. Een auto die eigenlijk beter rijdt, harder door een bocht gaat, naarmate hij harder gaat. Dat is wel even een psychisch dingetje. Je moet dus over een soort doodpunt heen. En ben je er overheen, dan ga je dus nog weer harder. Herkennen jullie hem? Nee? Dit is een 3.8 uit de Nissan GT-R. Nissan en Renault samen. Dat is een hele goede motor. Die ligt dus daar, maar dan met dry sump. Oftewel, de onderkant is eigenlijk platter. En dat is dus gedaan zodat die motor dieper in die auto kan liggen en ja, vandaar een ander oliesysteem. Maar verder is die gewoon 1-op-1 uit de Nissan GT-R. Is dit serieus, hè? Ja, dit is serieus een auto die echt ook voor de toekomst gemaakt is, voor technisch gezien. En zowel voor teams als voor rijders. Je zult echt een beleving gaan meemaken die ongelooflijk is. Dat hebben ze hebben er even over gedaan om te ontwerpen, maar dan staat er wel wat, vind ik. Is het een toegankelijke auto? Ja, dat denk ik wel. Jij zult daar ook heel erg fun in hebben. Dus het is niet alleen gemaakt voor jongens die talent hebben tot aan de hemel, maar ook mensen die geïnteresseerd zijn in autosport het leuk vinden om te doen. Een soort gentleman auto en daarom is hij wel toegankelijk. Sorry dat ik het zeg, maar je bent iets ouder. In jouw tijd anders dan nu, hè? Compleet anders. Het is helemaal aan het veranderen. Vroeger hadden wij geen data, dus als ik zei de auto loopt niet goed, dan zijn de monteurs begonnen te sleutelen. Dus altijd was de auto niet goed, het lag nooit aan de coureur. Mm-hmm. Tegenwoordig, als een coureur zegt de auto is goed, dan pakken ze een schermpje en dan kijken ze erop. En dan zeggen ze, het ligt aan jou, want je geeft te laat gas, je gaat niet hard genoeg door een bocht. Je laat het middel zelf liggen. Vroeger hadden de rijders ballen. En tegenwoordig moeten ze hersens hebben. Ja. En die ballen is niet zo heel belangrijk. Als een goede denker die analyseert wat hij zelf doet, dat kan hij ook zien op data. En dan kan hij het in de auto in de praktijk brengen. En wat is Max dan? Max is een denker. Die voelt gewoon heel veel. En die gaat achter data zitten en dan ziet hij het. Anders als Maldonado, denk ik, en Grosjean. Thijs Schotters, jij gaat aan de leiding van de RS01 Cup. Jij kan mij uitleggen hoe ik straks moet gaan rijden. Ja, dat klopt. Wat mij betreft het allerbelangrijkste is het remmen. Deze auto heeft vier hele grote dikke carbon remschijven. Die ervoor zorgen dat hij onwijs hard kan vertragen. Maar daar moet je natuurlijk wel gebruik van maken. Ja. De manier om daar gebruik van te maken is door zo hard als je kan met je linkerbeen het rempedaal kapot te trappen. Neem maar bij wijze van spreken een soort van aanloopje met je been. Ja. En trap zo hard als je kan op het rempedaal. Hij mag er echt doorheen. Jij redt net 100 niet. Jee joh, dat is er niet te doen. Je moet zulke benen hebben. Dit is even wennen zeg. Dit gaat serieus hard. Is het gevoel dat hij schenkt. Je kunt er vrij makkelijk heel hard mee, tot op zo'n 90% van de mogelijkheden. Maar er zit traction control op. Die traction control kun je instellen afhankelijk van de situatie op de baan. Het ABS kun je instellen, ook afhankelijk van de situatie. Dus je hebt behoorlijk wat hulpmiddelen om uiteindelijk hard te gaan. Wat blijkt hieruit dat je fysiek in orde moet zijn. Ik rijd nu een rondje of 10. Ik merk het aan alles. Ik zweet. Het is zwaar in mijn andere armen. Terwijl er notabene stuurbekrachtiging op zit. Maar er een
hebben we een beetje zitten zeiken, hè, tegen Renault en over Renault. Dat ze het niet goed hebben gedaan met die motoren. Maar voorlopig zijn ze wel heel vaak wereldkampioen geweest. En nu dan een keertje niet. Maar ja, Ajax is ook niet elk jaar landskampioen. En kijk dan even naar wat Renault doet. Ze zetten deze klasse neer. En het is een klasse met zoveel potentie. Een vreselijk snelle auto, maar toch ook enigszins betaalbaar. Althans, als je gaat kijken naar DTM, dat is totaal onbetaalbaar. En ja, dit schenkt dezelfde sensaties, dezelfde kicks voor min of meer, ja, een fractie van het bedrag waarvoor je DTM zou kunnen rijden. €340.000 kost het, running cost, voor twee man, met deze auto, een jaar lang. Ja, gedeelde 2 is dat 170.000. Dat is natuurlijk veel geld, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar je rijdt dus wel in een hele echte raceauto. En dan heeft Renault Clio'tjes, de Clio Cup. Dan hebben ze allerlei formuleklasses. De World Series, de 3.5, de 2.0. En dan dit ding. En dan uiteindelijk dus ook Formule 1. Mooi hoor. Dat merk van die volumeauto's. En dat merk dat dan dus ook gewoon zo zwaar in autosport zit. En dat het in mijn ogen dan toch eigenlijk wel gewoon heel goed doet hoor met deze auto. Diepe buiging, diepe buiging. Voor Renault. En voor deze auto, de RS01. Wat een geile kar zeg. Jongen, jongen.